tanto perderse, tanto buscarse, sin encontrarse. To your summer in Barcelona. Barcelona. We commissioned this artist to do the series of pictures. Yeah, is that the artist over there? He had this hot divorce and she tried to kill him. What? Vicky Cristina Barcelona gaat over Vicky, Rebecca Hall en Christina, Scarlett Johansson. En over Barcelona. En dat is vaak in Woody Allen's films, heeft vaak de stad ook een hoofdrol. Architectuur, de vibe van de stad. Vicky gaat nog een laatste trip maken met haar beste vriendinnetje, Christina, voordat ze gaat trouwen. En Christina weet eigenlijk niet zo goed wat ze met haar leven aan moet. En zij zit op een gegeven moment in een restaurant en dan lopen zij Javier Bardem tegen het lijf. En ontzettende charmeur, of course. En Christina besluit met hem mee te gaan naar zijn huis, waar zij ook zijn ex-vrouw ontmoet, Penelope Cruz. Voor mij is het echt een van mijn lievelingsfilms eigenlijk. Ik vind het, je proeft supergoed de sfeer van Barcelona. Het speelt zich af in de zomer en dat broeierige van een stad. Tot laat buiten zitten, lekker eten, wijn drinken. En dan lijkt het allemaal superleuk en uiteindelijk is het echt zo, bam! Nou, dat ga ik dus niet vertellen.